Maatjes, 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 maatjes. Maatjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Never in the Glory. Vandaag gaan we weer 10 Weekend League wedstrijden spelen met ons nieuwe, verbeterde, goede, sterke, leuke 11 basisspelers. Waar we dus een aantal voor het eerst gaan gebruiken. Gerrard hebben we toegevoegd sinds vorige week. Kante hebben we toegevoegd sinds vorige week. Alex Theus hebben we als player pick kunnen toevoegen. En ik heb er zin in. Ik vind het leuk om even die spelers te gebruiken. Ik ben niet zoveel aan het spelen. Ik heb nog niet zoveel gespeeld als dat hoort. Ik heb eigenlijk alleen deze 10 wedstrijden gespeeld. Want ik ben een beetje afgeleid. Gisteren gaan stappen in Rotterdam. Ja, je weet wat er dan gebeurt. En ik heb veel Pokémon gespeeld. Een beetje een guilty pleasure. Ik vind de game echt fantastisch. En op zich is het ook wel eens fijn dat je een game speelt waarbij als je dan op A drukt, het ook het gelijk doet. In plaats van dat het af en toe een paar seconden moet wachten. Ja, dat is ook wel eens leuk, hè? Kunnen jullie ook wel eens verplaatsen. Een blauw duimpje zou Een blauw duimpje zou ik top vinden. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb in de vorige aflevering gevraagd om een aantal comments. En daar zitten een paar leuke tussen. Je kan nog steeds comments achterlaten, inhoudelijke comments, iets waar ik een verhaaltje over kan vertellen. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik help er jullie mee. Mensen reageren enthousiast op een win-win-win situatie. Voor wie die derde win is, ik heb geen idee, maar zo voelt het voor mij wel. De eerste vraag was van World Games en hij vroeg zich af hoe ik zo goed kan afmaken. Wat ik doe om mijn kansen zo goed af te maken, want hij ziet namelijk in de gameplay dat het mij altijd goed lukt. En de reden dat je dat in de gameplay ziet is omdat je alleen mijn doelpunten ziet. Er zitten ook wel eens wedstrijden tussen. En deze wedstrijd is er één van. Ik heb speciaal wat meer stukjes uit deze video, of uit deze wedstrijd geknipt voor in deze video. Dat het ook niet allemaal lukt. Ik weet niet wat zijn Ter Stegen deed. Ik weet niet of hij bewoog met zijn keeper. Ik weet niet wat mijn Özil doet. Of hij dat handmatig deed. Maar het lukte gewoon niet om kansen te creëren. We hadden een aantal goede schoten. Maar elke keer, ja, net op het laatste moment zijn Ter Stegen, had ik misschien anders moeten schieten. Misschien beter moeten schieten. Misschien hard moeten schieten in plaats van geplaatst. Maar zoals je kon zien aan het einde van de eerste helft, hij had 0 schoten en scoort nu met zijn eerste schot van de wedstrijd, de 1-0. Toen dacht ik al, ah, verrek, leuk. Het wordt zo'n wedstrijd en hopelijk niet zo'n weekend. Maar ja, dat is dus wat ik probeer te zeggen. Want ja, soms lukt het mij heel goed en dan zie je het inderdaad vaak. En dan kan je aan het einde van de wedstrijd ook zien, oké, ik had 3 schoten, 3 op goal, 3 doelpunten. Oftewel, ik ben klinisch geweest. Maar ja, er zijn dus ook heel veel wedstrijden waarin ik daadwerkelijk niet kan opmaken wat ik verkeerd doe, wat ik fout doe. En soms is het ook gewoon een stukje geluk. Na 90 minuten, hij 2 doelpunten, 2 schoten, 2 schoten op doel. Wij schoten net nog een keertje op de paal, hebben een paar kansen gemist. En hier, oh, lekkere elastico, oftewel een akka volgens mij gewoon in het Nederlands, van Garincha. Ik probeer dat iets meer in mijn spel te implementeren en wij scoren. Maar dan daarna, de doelpunten die hij scoort, ja, dat zijn ook allemaal doelpunten. Behalve de, niet deze, maar de volgende. Dat was gewoon een persoonlijke fout van mij. Dat zijn allemaal doelpunten waarvan ik denk, ja, dit is ja, dit is vervelend, want ik zit ertussen, ik krijg die bal er weer niet, hij scoort, ik kom nu op achterstand, ik moet aanvallender gaan spelen, terwijl hij heel goed aan het verdedigen was. Tenminste, zijn keeper had alle ballen, dus ja, dat is een soort van goed verdedigen. En hij scoort de 3-5 en uiteindelijk had hij dus nog wel wat meer schoten, omdat ik moest aanvallen. Dat was dus een van die wedstrijden, World Games. Ja, wat ik ook doe, ik kan niet afmaken. Sommige mensen zullen die misschien vaker hebben. En het gekke is dat ik deze 10 wedstrijden nu ziet in sessies van 5 heb gespeeld. Dus eerst 5 en vandaag nog 5. Ik heb er pas 10 gespeeld. Ik moet nog heel veel spelen, maar gaat goed komen, jongens. Ik heb er alle vertrouwen in. Hè? Kom op. En ik heb ook gewoon na die wedstrijd doorgespeeld. Deze wedstrijd is direct daarna gespeeld. En die wedstrijden ervoor zijn direct ervoor gespeeld. Dus het is ook niet alsof ik in één keer eventjes niet mijn dag had. En dat ik gewoon niet zo goed speelde zelf. Want de wedstrijden hierna en hiervoor, dit is ook weer een fantastisch doelpunt dat we tegenkrijgen. De wedstrijden hierna en hiervoor had ik geen probleem met het afmaken van kansen. Ligt dat dan echt alleen aan die pot? Geen idee. Ik heb geen idee. Maar we moeten dan waarschijnlijk gewoon beter gaan worden. De volgende comment, en dit vond ik een hele leuke. Het is niet zozeer een comment met een vraag, maar dat was een comment met een suggestie voor een video. Jip speelt spellen had gecomment, ik heb een leuk video idee. Zet al je FIFA teams naast elkaar en kijk waar je het meest geslaagd bent. En dan neem ik aan dat jij bedoelt FIFA teams als in FIFA 18 Never in the Glory, FIFA 19 Never in the Glory, FIFA 20 Never in the Glory. Nou, is dat niet helemaal reëel om te doen, aangezien FIFA 20 natuurlijk nog niet eens halverwege is. Dus dat team kunnen we niet echt vergelijken. Maar ik denk dat ik wel al een antwoord kan geven, tenzij er iets geks gebeurt. Tenzij we in één keer een hele zieke icon pakken. Maar als we zo door blijven gaan wat we doen, dan denk ik dat ons team van FIFA 19
het ons uiteindelijke team het beste zou zijn. FIFA 18 kan je niet meetellen. FIFA 18 was gewoon een dode FIFA. YouTube was ook heel erg slecht in die tijd. Ik heb niet heel veel gespeeld. Volgens mij was ik ook een soort van aan het afstuderen in die tijd. Dus daar heb ik ook veel tijd ben ik aan kwijtgeraakt. FIFA 18 moeten we niet meetellen. En FIFA 19 had een ontzettend sterk team. Ronaldo Lima, Gullit, Vieira, Baggio, Team of the Season Ousmane Dembele, Team of the Season Alexandro, Flashback Alexandro was dat zelfs. Team of the Season Van Dijk, Team of the Season... Hier nog meer achterin. Zou kunnen dat Blank was, dat we die ook hadden unlocked. De rechtsachter Lala, centerback Alisson. Echt een fantastisch team. Maar dat waren heel veel spelers die we hadden gekregen in dat team door packluck. De meeste spelers die ik daarvan opnam zijn Team of the Season spelers. En die hebben we gewoon gepackt door een SPC te doen of door Weekend League te spelen en die uit onze player picks te krijgen. Dus ja, dat kan ik nu nog niet voor dit team bepalen. Als je dan gaat kijken naar de spelers die wij hadden, waar geen luck bij komt kijken, waar geen geluk bij involved is, dan kom je uit op Ronaldo Lima, Gullit, Vieira, Baggio die hebben we gekocht voor munten, maar die vergeten we even. Die drie icons, Gullit, Vieira en Ronaldo Lima, hebben wij gedaan door icon SPC's. En dat zijn ook de duurste icons die je zo'n beetje kon krijgen, qua normale. Je had toen ook icon moments, maar dat waren de duurste icons die je kon doen. En volgens mij was Vieira op dat moment 2,5 miljoen, Gullit was 3 miljoen en Ronaldo Lima was 5 miljoen. Nou ja, die hebben wij kunnen voltooien door... Dan heb ik het over als je ze koopt op de markt en niet de SPC's, want dat kan dus niet meer. Dan heb ik het over icon SPC's, dat is hoe ik hun heb unlocked. En dit jaar kan dat niet, want er zijn geen icon SPC's. Dus willen wij diezelfde spelers in ons team krijgen, moeten wij die 10 miljoen munten, omdat ze zoveel kosten op de markt vorig jaar, hebben. Los moeten wij die hebben en dan moeten wij die kopen. Vorig hebben ze kunnen doen omdat wij gewoon heel veel Team of the Season kaartjes en andere kaartjes en SPC's en spelertjes en Weekend League Rewards konden inleveren. Met name die Team of the Seasons hielpen heel erg, want je kon gewoon elke week 2 Team of the Season SPC's doen. En je had Weekend League Rewards met hoogwaardige spelers. Ik weet dat we op een gegeven moment een Wijnaldum hadden, die had ik daarna ook weer ingeleverd. En daardoor konden we die icon SPC's heel goedkoop doen en dan waren ze wel untradable, maar dat was een solide manier om je team te versterken. Ik denk wel voor iedereen. Dat kan niet dit jaar. Dit jaar heb je geen icon SPC's. Die zullen er ook niet gaan komen. Tenminste, dat is wat IE heeft gezegd. Je weet het maar nooit. Ze kunnen wel eens van mening veranderen. En dat betekent dat alles wat wij voor ons uiteindelijke team kunnen toevoegen, of bij Team of the Season gaat gebeuren, spelers die we dan kunnen toevoegen. Want ja, laten we heel eerlijk zijn, de kans is klein dat een speler die je nu krijgt uiteindelijk beter is dan een uiteindelijke Team of the Season die je krijgt, die je dan in je team kan. Dus het team gaat nog ontzettend veel veranderen. En we hebben nu op dit moment, wat ik net zei, volgens mij 3,5 miljoen munten. Als we alles verkopen in onze club en alle tradable spelers als we die verkopen. Dit is ook weer een geweldig moment. Mijn speler maakt een autoblok. Want je kon zien dat ik inderdaad de powerbar indrukte, maar dat was nadat hij op de grond lag. Waarom? Blijf gewoon staan. Dit was ook weer een vrij gelukkig moment, want moet je kijken hoe defensief mijn tegenstander staat. En in de 90ste minuut scoren wij, godzijdank, het winnende doelpunt. Terugkerende op hoe het team zich zou gaan ontwikkelen de komende periode op FIFA 20. Ja, dat betekent dus dat wij puur afhankelijk zijn van packluck, of dat gaat gebeuren. En spelers die nu in ons team zitten, gaan waarschijnlijk niet aan het einde van het jaar in ons team zitten. Tenminste, ik mag hopen dat wij ooit een betere verdediger in ons team krijgen dan Piqué. Al zij heel goed, maar gewoon beter qua stats en alles. Dat Garincha en Best ooit geüpgraded gaan worden naar een betere icon. Als bijvoorbeeld de Prime Icons of de Prime Icon Moments beschikbaar zijn. Die ook weer echt onbetaalbaar gaan zijn. Want ja, er komen geen SPC's. Dus ik weet niet hoe ik die anders in mijn team moet gaan krijgen. Maar goed, dat zullen we allemaal nog wel zien. Dat is een beetje hoe... Dat is met je teams vergelijken. Ik vond het een heel leuk idee, alleen kan het op dit moment nog niet. Je kan een indicatie geven wat ik dus doe. Maar ik vind het raar. Deze wedstrijd, zojuist gespeeld. Vers van de pers. Idiote wedstrijd. We komen 1-0 voor. We komen 1-1 gelijk. Hier weer een glitch move van zijn Doucouré. Die de bal een soort onderschept, maar hem daarna perfect meeneemt. En binnen een paar minuten staan wij in één keer 2-1 achter. Halen we nog een balletje van de lijn. En ik weet dat ik er vaak over klaag. Over een corner countertje. Maar dat was nu in dit geval in ons voordeel.
dat cornercountertje. Zijn keeper komt uit. Wij wachten lang genoeg. De verbinding was niet echt heel erg goed. Het was echt verschrikkelijk vandaag op de zaterdagmiddag. Dus ik neem het zeker voor het onzeker en besluit die bal af te leggen. Dan in de tweede helft. Georgie Best. Heerlijk balletje. Koekoek. Hij kan zo goed dribbelen. Niet van de bal af te krijgen. Ziet dat Sané niet buitenspel staat. En we werken hem, godzijdank, wel binnen. We choken een keer niet met onze kansen. En daarna scoren we nog de 2-4. Waardoor we deze wedstrijd winnen. Want mijn tegenstander besluit dan te ragequitten. Ook dit weer. We doen een bal met Özil. Ik zweer je, ik drukte niet rennen in. Maar toch stoot hij die bal zo ver voor zich uit. Er is geen touw aan vast te knopen. Wij gaan 9-1. Wat fantastisch is. Ik moet het of vanavond of op zondag af gaan maken. Leuk. Zin in. Jullie bedankt voor het kijken. En blauw naar stop zijn. Vergeet niet om te abonneren. En ik check jullie later. Joejoe.